Ja, daar zijn we weer voor een nieuwe uitzending met Op pad met de Ranger. We gaan vandaag op zoek naar de koningin van de hei. We staan op een plek waar inmiddels hei is, wat van 40 jaar geleden nog bos was. Hier is gekozen om het bos te verwijderen en de bovenlaag lichtelijk af te plaggen en weer proberen om hier een heidevegetatie aan de gang te krijgen. En dat is... Dat is goed gelukt. Het is maar een klein stukje. Het is een 1,5 hectare. Maar alle kleine beetjes helpen. Want als je nagaat dat rond 1750 misschien in heel Winterswijk nog 4, 5, misschien wel 6000 hectare hei was, zijn we nu al blij met een misschien 10-tal hectare hei die we weer teruggewonnen hebben. Hei is een excesvorm. En wat zegt exces? Dat zegt gewoon... Hij is het eerste na verschaling wat er komt. Vervolgens komen de bomen. En dat is een natuurlijk proces. Dat willen we in die heideterreinen niet. Kijk maar naar de Veluwe. We willen hei open houden. En eigenlijk is dat een proces wat voor 300-400 jaar geleden al afgesloten had moeten worden. Want als je de den laat staan, wordt vanzelf bos. Hier is dat dus ook. De gronden zijn wat rijker. Dat betekent dat de bomen... toch iets sneller komen dan op de Veluwe. Het is wel een proces waar je constant mee aan de gang moet wezen. En de eigenaar van deze trein zal ook, hoop ik, de komende tijd hier weer een maatregel nemen. En dat is gewoon of je trekt ze eruit of je maait ze met de bosmeier af. En dan zijn deze struiken die zijn weg. Dan ben je er een jaar of 4, 5 af. Komen nieuwe zaailingen, moet je hetzelfde weer doen. Of op den duur misschien gewoon nog eens een keer weer met de schaapskudde eroverheen. Want ook schapen, als deze bomen jong zijn, vreten de boom op. Maar het is een proces, als je hier hei wil hebben, moet je erin blijven werken. Je staat een vennetje in. Het leuke van dit vennetje is dat het in het terrein opgenomen is. Hiervoor is een kleine ruimte waar zeker 3 rode lijstsoorten staan. En als je daar in het water kijkt, dat is moerasuitzooi. In Winterswijk niet helemaal zeldzaam. Er zijn veel meer dingen waar ze voorkomen. Maar daar heb je het al. Voor de rest van de Achterhoek houdt het al haast op. En dat is ook een reden waarom deze plekken zo buitengewoon bijzonder zijn. Wat wij in Winterswijk normaal vinden, is in de hele Achterhoek niet normaal. En dat is het leuke van dit soort terreinen. Kleinschalig, leuke natuur en diverse soorten. Het is de kleine mosjes, die komen af en toe zeg maar, met 1 stengeltje naar boven. Het is geen mos, maar het is een moeraswolfsklauw. En ook deze horen tot de extreem zeldzame soorten. Rode lijstsoort dus. Hier staat de zonnedauw tussen. Het is laat in het seizoen, maar toch is hij nog goed herkenbaar. En als je goed op de camera kijkt, dan zie je aan de bladeren een soort van dauwdruppel zitten. En vandaar dat hij zonnedauw heet. Met die dauw lokt hij insecten. Die komen op die kleverige massa. En vervolgens worden ze opgepeuzeld door de planten, want die leven dus puur van het opeten van insectjes. Er loopt trouwens nog een tijgerspin. Een exoot, maar wel een mooie. Voor 25 jaar geleden voor het eerst een beetje waargenomen in Winterswijk en inmiddels vrij inheems. En hier staat de koningin van de hei. En wat is de koningin van de hei? Is het de dophei? Is het de struikhei die daar staat? Of is het wat anders? Het is namelijk wat anders. De koningin van de hei is dit kleine bloemetje. De Nederlandse naam klokjesgentiaan. Duitse naam wordt al iets interessanter, lungenentiaan. Dus het is een volwaardige neef van de entiaanbloemen die je overal in de Alpen vindt. Hier haast uitgestorven van 40 jaar geleden. En toen verschillende heidetreintjes weer aangelegd zijn,
ging het eerst mondjesmaat. Maar we kregen een goede raad van de schaapsherder Roelof Kuipers. Die zegt van, als je toch de schapen op dit weiland of op dit stukje hei doet om het te begrazen, laten we dan eerst naar een plek gaan waar de kloktesgrensje aan staat. En zeggen, die schapen vreten die, komen hier. De keutels, zeg maar, die komen hier en je zult zien dat je binnen een paar jaar volop kloksejantianen hebt. Staan ze er eenmaal, zaaien ze zichzelf uit. En zo gezegd, zo gedaan. Dat hebben we uitprobeerd. Roelof is er een jaar met zijn schapen overheen gegaan, totdat hij een buurman zijn gebied eerst had gedaan, waar ze staan. En een binnen aantal jaren, kun je wel zeggen, dit is plekswijze paas voor de kloksegentianen.